Conflicten tussen zakelijke relaties of het niet nakomen van afspraken kunnen vaak leiden tot langdurige en kostelijke juridische procedures. Bemiddeling is vaak een betere en effectievere oplossing. We brengen een bezoek aan Ingelbeen Law. Bemiddeling is een vrijwillig proces waarbij de bemiddelaar gaat tussenkomen om de gesprekken te faciliteren en om tot een akkoord te komen. De oplossing is diegene die door alle partijen wordt aanvaard en is niet noodzakelijk binnen de grenzen van het geschil, wat uiteraard een enorm voordeel biedt. Ik had een klassiek advocatenkantoor. Toen ik bemiddeling leerde kennen, was ik dermate onder de indruk dat ik beslist heb om het advocatenkantoor te verkopen en mij bij te scholen in het buitenland, waar bemiddeling al veel langer een traditie is. En nu werk ik nog uitsluitend als advocaat-bemiddelaar. Na een tijdje heb ik Mediation Place opgericht, een platform voor mensen die zoeken naar een bemiddelaar en voor bemiddelaars. Mediation Place werkt over volledig Vlaanderen. Indien u een bemiddelaar nodig hebt, contacteert u Mediation Place. Afhankelijk van het soort zaak wordt de meest geschikte bemiddelaar gezocht. Als bemiddelaar is het belangrijk om in eerste instantie met alle partijen een vertrouwensband te creëren. Dan ga je op zoek naar het echte probleem. Vervolgens zoek je naar het gemeenschappelijk belang tussen partijen. En op basis van dat gemeenschappelijk belang probeer je tot een akkoord te komen, tot een overeenkomst te komen. Ik heb gezeteld in diverse raden van bestuur, van bedrijven en van organisaties. Van opleiding heb ik een opleiding gevolgd in Zuid-Afrika, bemiddeling. Aan de Universiteit van Harvard onderhandelingen. In de UK eveneens bemiddeling. En dan in België psychologie. De combinatie van deze elementen zorgt ervoor dat mensen vertrouwen hebben. En dat is in bemiddeling echt de essentie.